je weer kijkt naar al deze games. Ik ben Bo en vandaag ga ik weer verder met Bo's Life Advice. En in deze serie ga ik jullie advies geven over dingen in het leven. Of dingen in het leven. Jullie kunnen mij een mailtje sturen naar het e-mailadres dat in de beschrijving staat. bolifeadvice@hotmail.com. En dan kunnen jullie bijvoorbeeld advies vragen om liefde, familie, school, werk, weet ik veel. Noem het maar op. En dan ga ik zo goed mogelijk proberen advies te geven. Ik ben natuurlijk geen psychiater of dokter of weet ik veel. Maar ik kan jullie natuurlijk wel advies geven en vertellen wat ik in jullie geval zou doen. Dus doe alvast weer een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Hoi Bo, ik voel me de laatste tijd erg verdrietig omdat ik zowat geen vrienden heb. Mijn beste vriendin heeft geen oog meer voor me en voor de rest heb ik niet echt vriendinnen op school. Ik vroeg me af hoe jij weet waar ik leuke mensen kan leren kennen, zodat ik me weer wat blijer voel. Want het is echt niet leuk om je zo eenzaam te voelen. Nee, het is inderdaad niet leuk om je eenzaam te voelen. En het is heel vervelend als je weinig vrienden hebt en niet echt veel mensen hebt. Of close vrienden waar je leuke dingen mee kan doen. Dat is heel vervelend. Ik heb dat zelf ook een beetje. Ik zit natuurlijk ook niet meer op school. Dus voor mij is het nog moeilijker om nieuwe mensen te leren kennen. Maar wat wel heel erg helpt voor mij is social media. Ga bijvoorbeeld op Twitter. Volg mensen die dezelfde interesse als jij hebben. Bijvoorbeeld als jij fan bent van ons kanaal All These Games. Volg mensen op Twitter die ook fan zijn van All These Games. En wie weet kan je dan met hun gaan praten en gezellig en weet ik veel. En je kan natuurlijk ook op school proberen om een keer naast een ander meisje te zitten. Of een jongen, weet ik veel. Als je een keer iemand alleen ziet zitten, ga er eens naast zitten. Dat is heel moeilijk en heel lastig en misschien ook wel heel awkward. En misschien durf je dat helemaal niet. Dat snap ik heel goed, want ik zou dat misschien ook niet echt durven. Maar dat is wel iets wat je kan doen. Nieuwe mensen leren kennen is altijd lastig. En je weet natuurlijk ook nooit of de anderen ervoor openstaan. Dus ja, het is een hele lastige situatie. Maar ik raad je sowieso aan om gewoon op social media en zo wat mensen te volgen. En misschien daar wat mensen te vinden op forums. Je hebt vast wel forums en zo. Of Habbo. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Maar op Habbo kan je natuurlijk ook gewoon heel makkelijk met mensen praten. En misschien wel vriendschappen maken. Ja, sorry, het klinkt misschien heel stom, maar het is wel zo. Ik heb daar vroeger hele goede vrienden gemaakt, dus dat is best wel leuk. Dus ja, dat zijn maar wat tips. Op het internet is het altijd sowieso makkelijker. Dus als je bijvoorbeeld echt niet durft om iemand aan te spreken, probeer online iets te doen. Hoi Bo, ik hou zo van YouTube dat ik heb besloten dat ik zelf ook een YouTuber wil worden, maar mijn ouders steunen me niet zo. Ze zeggen dat er veel mensen het proberen en er maar 1 op de miljoen beroemd wordt. Dus daarom moet ik me focussen op mijn school. Hoe moet ik ze laten zien dat ik wel een YouTuber kan worden of een ander idee dat helpt? Nou, wat je ouders zeggen sowieso dat je op school moet blijven focussen, dat is sowieso waar. Dat moet je ook sowieso gewoon blijven doen. Je moet ook je hoofdfocus, zeg maar, op school leggen en niet op je YouTube kanaal. En waarom je ouders zeggen wel dat 1 op de miljoen beroemd wordt, dat is wel heel weinig. Nou ja, ja, het kan in de buurt komen, maar in Nederland, ja, dat is wel heel, heel groot. Maar in ieder geval, er worden inderdaad heel weinig mensen beroemd. En YouTube moet je natuurlijk ook niet doen om het beroemd te worden. Dat kan je sowieso tegen je ouders zeggen, dat je YouTube filmpjes wil maken omdat jij het leuk vindt en niet per se omdat je beroemd wil worden. Want als je YouTube wil beginnen met het idee van, oh, ik wil beroemd worden, dan kan je er maar beter gewoon niet aan beginnen. Want zo vind ik dat het niet in elkaar zit. Maar probeer inderdaad wel gewoon goed je best te blijven doen op school. En YouTube is eigenlijk gewoon een soort hobby. Ik bedoel, als jij een sport wilt doen, dan vind je anders dat denk ik ook normaal. YouTube is eigenlijk gewoon ook een hobby. En je hoeft daar niet per se iets mee te bereiken. Natuurlijk is het leuk als je 100.000 abonnees hebt of weet ik veel. Maar het hoeft niet, weet je. Je kan het ook gewoon voor je plezier doen. Dus zeg dat tegen je ouders, dat je het gewoon voor je plezier wil doen en niet voor het beroemd zijn. Hoi Bo, ik heb al een jaar buikpijn. Ik heb de laatste dagen meer pijn gekregen en ik moet steeds kotsen. En ik heb het hele internet afgezocht. Ik hoop dat jij iets weet. Nou, als je al een jaar buikpijn hebt en je moet kotsen en het wordt alleen maar erger, dan lijkt het mij een heel goed plan als je even een bezoekje brengt aan de dokter. Want ik ben geen dokter en ik heb geen idee wat er aan de hand kan zijn. Het kan iets met je darmen zijn, met je maag. Ik weet niet wat voor pijn, dus ik kan verder ook niks over zeggen. Maar in ieder geval, zeg het tegen je ouders en ga langs de dokter. Want als je al een jaar buikpijn hebt, is dat niet goed. En waarom heb je het niet aan je ouders verteld? Dat is natuurlijk wel iets wat je aan je ouders moet vertellen. Dus doe dat ten eerste als je dat nog niet hebt gedaan. En daarna naar de dokter. Beste Bo, ik werd in het verleden veel gepest en daarom ben ik er een beetje gevoelig voor geworden en snap ik niet of het nou een grap is. Nu mijn vraag, hoe weet ik nou of het echt is en wanneer een grap? Nou, als iemand tegen jou flauw doet of iets, een grapje dus maakt, zeg maar. Kijk, een grapje is eigenlijk pas als je er zelf om kan lachen. Als jij je er beledigd door voelt of niet fijn of ongemakkelijk, dan is het eigenlijk al geen grap meer. Dan is het eigenlijk pesten of plagen. Het hoeft niet per se gelijk pesten te zijn, maar het kan ook plagen zijn. Maar dat kan ook natuurlijk niet leuk zijn. Dus het is pas een grap als je het zelf grappig vindt. Als je er zelf om kan lachen. Kijk, als iedereen erom lacht en jij niet en jij voelt je heel naar erdoor, dan is het geen grap. Dan is het voor hun misschien grappig, maar voor jou natuurlijk niet. Dus ja, kan je erom lachen? Is het een grap? Kan je dat niet? Is het beste plagen, zeg maar. Lieve Bo, ik heb een probleem. In mijn klas zit een meisje dat denkt dat ze alles
is en de allermooiste is. Ze is ook heel mooi. Ze heeft ook best wel grote borsten voor haar leeftijd. Ze is 11. En vaak doe ik 3 of 4 BH's aan omdat ik me dan mooier voel. Omdat ik zelf best kleine borsten heb. Wat kan ik doen om net zo mooi als haar te voelen? Ja, sorry, ik moet hier een beetje op lachen. Want waarom zou je 4 BH's aandoen? Ik bedoel, dat iemand anders grotere borsten heeft. Kijk, dat is gewoon een verschil van lichaam. De ene die groeit sneller en die groeit, dat groeit meer. En de ander die heeft dat nou helemaal niet. Ja, dat is gewoon zo. En sowieso, je zegt dat dat meisje 11 is. Dus ik denk dat je zelf ook 11 of 10 bent of zo in die leeftijdscategorie. Dus als je dan al 4 BH's aan wil doen om groot... Nah. Ja, sorry, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Maar je bent nog een kind en daar moet je helemaal nog niet zo mee bezig zijn. Wat maakt het nou uit? Ik bedoel, ja, weet ik veel, om mijn 11e droeg ik nog ineens een BH. Dus ik, ja, ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Maar ja, in ieder geval, dat is iets waar je helemaal niet bezig mee moet houden. En je bent niet per se mooier als je een grote borst hebt of zo. Dat betekent nou niet dat je mooier bent of zo. Ja, wat moet ik er verder van zeggen? Ik vind het niet nodig. Ik vind het best wel raar dat je dat doet. Maar ja, als jij je anders onzeker voelt, ja, je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik vind dat het niet hoeft. En ja, iedereen is anders, weet je. Iedereen heeft een ander lichaam. Niemand heeft hetzelfde lichaam. Niemand is hetzelfde. Niemand ziet er hetzelfde uit. Nou ja, soms heb je wel dubbelgangers natuurlijk, maar voor de rest ziet bijna niemand er hetzelfde uit. Dus probeer gewoon blij te zijn met wat jij hebt. En er is vast niemand anders die gaat denken van, oh, ja, maar zij heeft grote borsten en zij niet. Dus zij is lelijk en zij is knap. Dat niemand die denkt zo. Dus je maakt jezelf er misschien druk om, maar anderen doen dat helemaal niet. Dus chill down en probeer je daar niet te veel zorgen over te maken. Jongens, even tussendoor. We hebben net een hotel geboekt. Doei. Hoi Bo. Ik ben dus 11 jaar en ik ben verliefd. Je zal denken van, oh, dat maakt niet uit. Maar ik ben op een meester verliefd. Hij is net 22 en ik ben bijna 12. Help. En nog 2 dingen over dat onderwerp. Hij heeft verkering. En ik word ermee gepest. Oké, jij bent 11. Je vindt een leraar van 22 leuk. Nou, dat is dus sowieso al een no-go. Dat gaat nooit wat worden. Dus dat moet je eigenlijk zo snel mogelijk uit je hoofd krijgen. Want dat kan niet. Dat mag niet eens volgens de wet. En sowieso, die volwassen man die zit er niet natuurlijk op te wachten om met een kind verkering te nemen. En weet je, het kan dat je een leuke meester hebt. Van, oh, leuke meester. Oh, ik heb er een cursus op en zo. Dat zie je wel vaker, dat leerlingen dat hebben. Dus dat is op zich niet zo erg. Maar als het echt verliefd is? Ja, nou... Nah. Weet je, wat moet ik ervan zeggen eigenlijk? Dit is gewoon iets wat je gewoon zo snel mogelijk eigenlijk uit je hoofd moet zetten en niet te veel mee bezig moet zijn. En je moet het sowieso niet serieus tegen andere vriendinnen of zo gaan vertellen. Ja, of weer wel, ja, eigenlijk niet, want ja, het is natuurlijk best wel raar. Eigenlijk moet je het gewoon voor jezelf houden en proberen het gewoon uit je hoofd te zetten. Ik bedoel, je bent 11, je hebt nog een heel leven voor je, je bent nog kind, je bent nog jong, je hoeft nog helemaal niet bezig te zijn met liefde en verliefd zijn en zo, dus probeer het lekker te laten gaan. Probeer er niet te veel aan te denken. Probeer je bezig te houden met dingen van jouw leeftijd. Want jij met een man van 22, nou, dat gaat hem niet worden dus. En als hij wel jou aantrekkelijk zou vinden of zo, dan lijkt me dat ook niet echt prettig. Want dan heb je dus met een pedofiel. Nou, dat lijkt me ook niet echt een fijn idee. Dus probeer het in ieder geval uit je hoofd te krijgen. Want ja, dit is niet echt iets wat nou... geschikt is voor jouw leeftijd. Nou jongens, dit was weer de video voor vandaag. Als je het een leuke video vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En heb je ook advies nodig op iets, mail eventjes naar het e-mailadres wat hier ook in de beschrijving staat. En misschien ga ik jouw vraag of weet ik veel wat dan wel behandelen in een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!